geloven dat we hier in de les zitten. Het is veel te heet hiervoor. Ik kan het echt niet aan. Ja, ik ook niet. Ach, het is veel te heet hier binnen, inderdaad. Ach, kunnen we niet iets anders doen? Dit binnen zitten en leren, dit is veel te moeilijk in het hete weer. Ja, meneer, kunnen we niet iets anders gaan doen? Buiten gaan lesgeven of zo? Ja, precies. Julian zit hier al bijna af te sterven van de hitte. Ach man, ja, ik sterf ook bijna van de hitte. Ik weet niet wat we anders kunnen doen, jongens. We moeten wel lessen volgen. Jongens, ik heb een leuk initiatief voor jullie. Het is veel te heet hier binnen, toch? Ja, meneer, alsjeblieft, mogen we naar buiten? Mogen we alsjeblieft ergens anders heen? Ik kan zien dat jullie inderdaad niet goed kunnen concentreren, dus ik heb een leuke challenge voor jullie. Ja, meneer Jensen is al bijna flauwgevallen van hitte. Hij heeft dit wel even nodig, denk ik. Ja, inderdaad. Wat is de challenge, meneer? Wat heeft u voor ons in gedachten? Nou ja, laat jullie maar meekomen. Dan kun je gelijk zien wat ik voor jullie in gedachten heb. Nou, kijk eens. Vinden jullie dit niet super cool? Oh, wauw. Is dat nou een slijmheuvel of zo? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Oh wauw, ik kan het niet geloven. Een hele grote slijmberg en daar moeten we dus op klimmen. Leerlingen tegen de leraren. Ja, dat is wat. Inderdaad, in het idee dat we leerlingen tegen de leraren wedstrijd hebben. Oh wauw, dat is super cool. Ik wil het wel meemaken. Oh wauw, ja inderdaad, ik wil het ook wel doen. Een hele leuke challenge. Ja jongens, nou ja, we moeten er eerst naartoe natuurlijk. Oh man, het is veel te heet hiervoor. Nou ja, dat kon alleen als meneer Jensen ook eens even opstaat. Zo, nou kijk eens, hier hebben we de slijmheuvel. Leerlingen tegen leraren, laten we eens kijken wie deze keer wint. Oh wauw, we moeten dus helemaal naar boven en daar heb je Hanna en Pia. Ja, Julian, wij zijn deze keer de scheidsrechters. En kijk eens, we moeten deze slijmheuvel helemaal betreden en moeten kijken wie als eerste boven is. En dan winnen jullie. Oh, wauw. Nou, ik weet niet of ik dit ga redden, hoor. Ik denk het wel. Sowieso zijn we wel beter dan leraren. Ja, dat weet ik nog niet, Julian. Denk je echt dat je mij kan verslaan? Ja, natuurlijk denk ik dat ik je kan verslaan. Het is zo makkelijk om je te verslaan. Nou, laten we even kijken wie gaat winnen dan, jongens. We moeten natuurlijk eerst beginnen. Nou, dit zijn dus de drie leraren die gaan. Meneer Hansen, meneer Tjulich en meneer Goed. En dan hebben we hier natuurlijk Julian en Lea en Mia. Nou, even kijken wie hier gaat winnen deze keer. Zo. En daar zien we dus heel veel mensen die ze aanmoedigen. Nou, kijk eens. Laten we zien wie gaat winnen. Zo, meneer Hansen gaat als eerste. En die gaat eerst tegen... Laat kijken, Mia. Mia, kijk even of je het kan redden. Zo, laten we even omhoog gaan. Kijk wie als eerste boven is. Ach man, dit is super lastig. Al dit slijm. Ach man, kijk of ik dit kan halen. Helemaal omhoog klimmen, dat is best wel lastig. Kijk of ik dit haal. Ach, meneer Hansen, je moet dit halen. Ja, ik moet zo tegen u, meneer Tjulich, en ik weet zeker dat ik het ga halen. Zo, dit is lastig, maar ik ben er bijna. Oh, kijk eens, ik heb het bijna gehaald. Oh, wauw, het lijkt erop alsof Mia gaat winnen. Ach man, ik ben gevallen, ik kan het niet aan. Hey, ik heb het gehaald, jongens, ik heb het eerst gewonnen. Goed gedaan, Mia. Kijk eens, het is al 1-0 tegen de leraren. Nou, het staat maar 1 puntje. Ik bedoel, we hebben nog 2 leraren over. We kunnen natuurlijk nog steeds winnen. Ach man, ik kan niet geloven dat ik verloren heb van een leerling en van een meisje nog wel. Zo, laten we even kijken. En dan staat het 1-0. Oh wauw, super cool. Dan moet ik nog naar beneden glijden. Oké, nou, nu is de volgende wedstrijd. Lea tegen meneer Lief. Zo, laten we even kijken. Wie gaat er winnen? Zo, man. Ik ga gewoon via deze trap omhoog, hoor. Hé, ik kan niet vals spelen. Ik kan niet via de trap gaan. Ik bedoel, als Lea ook via de
via de slijmmoed, dat moet u ook. Ja, inderdaad, klopt wel, meneer Lief. U moet dat niet doen, want anders speelt u vals. Ach man, ik dacht dat ik ze snel af was, maar dat is dus niet zo. Nou, laat ik even kijken. Wat kan ik nu doen? Ja, meneer Lief, ik kan het niet doen. Kijk, ik sta helemaal in de slijm en u niet. Ach, maar het is super lastig. Ik moet wel goed omhoog klimmen. Ach man, ik kan het niet geloven. Nou ja, laat ik maar omhoog gaan. Zo, nou, ik ga dan zo verder omhoog kijken of het lukt. Oh man, ik zak weg. Ik kan het niet. Nou, kijk eens, ik heb het gehaald. Ik ben de eerste leraar die het heeft gehaald. Nou, hij heeft gelijk. Hij heeft deze keer niet vals gespeeld. En hij heeft het gehaald. En Lea niet. Dus het staat 1-1. Zo, nou, 1-1 voor de leraren en 1 voor de leerlingen. Ja, kijk eens. Nu is het dus tussen ons twee. Kijk wie het gaat halen. Ja, ik vraag me inderdaad af wie het gaat halen. Oké, nou ja. Ik hoop inderdaad dat we gaan winnen, leraren. Zet hem op, meneer Tjulich. Zo, laten we gaan. Oké, nou, in ieder geval, dit is dus de beslissende wedstrijd, jongens. Oké, nou, ik ga hem zeker winnen van Julian. Laten we kijken. Oké, ik ga beginnen. Oh man, Julian, je kan dit, je kan dit. Je moet winnen voor de leerlingen. Ja, inderdaad, Julian, je kan het, je kan het. Ach man, ik hoop dat je wint, meneer Tjulich. Je moet wel winnen. Zo, laten we dan gaan. Ach man, oké, dit is super lastig. Kijk of ik dit haal. Oh, meneer Tjulich is iets voor mij. Maar ik ga het toch halen, meneer Tjulich. Ik ben sneller dan u. Zie je eens, ik ben sneller dan jou. Ach, Julian, je bent nog niet bij de finish. Je moet gewoon niet omkijken. Gewoon omhoog gaan klimmen, anders verlies je. Nou ja, ik denk dat u verloren heeft. Inderdaad, Julian, je moet omhoog gaan, snel voordat hij voor je gaat. Laten we kijken. Nou ja, meneer Tjulich is gevallen. Oh nee, dat betekent dus dat ik gewonnen heb. Kijk eens, ik ben al bijna bij boven. Nu ben ik boven, kijk eens. Ik heb het gehaald. Kijk eens, ik heb het helemaal gehaald. Oh wauw, kijk, Julian heeft gewonnen, jongens. Ja, ik ben de winnaar. Ik ben de winnaar van deze editie. Ach man, ik kan niet geloven dat we weer hebben verloren van de leerlingen. Nou ja, dat is dus deze keer weer. De leerlingen hebben gewonnen van de leraren. Kijk eens. Jee, super cool. Ik heb dus gewonnen. Nou, jullie hebben eigenlijk allemaal gewonnen, Julian. Ach man, ik kan niet geloven dat ik weer verloren heb. Zo, nou ja, in ieder geval goed gedaan, jongens. We hebben gewonnen.